verschillende redenen waarom dit project zo bijzonder is. De belangrijkste reden voor mij is eigenlijk de enorme schaal van het design. En wat verder bijzonder is, is dat verschillende bindingen en structuren zijn gebruikt om het dessin te maken. Wij werken heel nauw samen met de kunstwereld om ook trends tijdig te ontdekken en die invloeden binnen ons bedrijf te brengen om te zorgen dat wij echt een leading zijn in design. Samen met Petra Blaisse zijn wij toen aan het werk gegaan om dit Beyond Imagination kunstwerk te maken. Er was iets met deze wand, wat eigenlijk al door de architecten gepland is. Deze wand en de wand die hier de hoek om gaat. Dat het zacht moest zijn, dat het aan een verticale tuin zou worden. En daarom dachten wij, we moeten vooral iets maken wat berust op de Nederlandse traditie van weven. De plantelementen die erin zitten, die doen denken aan de beplanting die hier vroeger ooit gestaan heeft. Er zijn delen van architectonische tekeningen te zien, van vroeger en van nu. Erg mooi dat, laten we zeggen, nieuwe technieken op deze manier eigenlijk als een vrij traditioneel wandtapijt en tapisserie op die manier ingezet worden. Ja, dat vind ik prachtig. Het verbindt ja, het oud en het nieuw. Het oude is natuurlijk het oude metselwerk en het nieuwe, dat hele strakke. En dit zit er echt precies tussenin. Ik vind het prachtig. Ik vind het echt heel erg mooi. De belangrijkste uitdaging was het combineren van de verschillende bindingen. Waarmee getekend werd totdat het een dessin zou worden, een design zou worden. En vervolgens was de vraag of we het zouden kunnen weven, omdat de dessins zo groot zijn dat de weefmachine zich aan moest passen aan het ontwerp. Dames en heren, heel hartelijk welkom bij de preview van het Stedelijk Museum. Fantastisch. Ja, ik vind het prachtig. De schaal sowieso is fantastisch. En de stof is prachtig, want ja, je wil er gelijk aan zitten. En dat zag je ons net ook al doen. Hè? We werken heel veel met textiel en met tapijt. Ook van Desso en ook met Desso. Dus ja, prachtig product. Verschillen in texturen en dat is prachtig. Verschillende technieken die je ziet, schaduwwerking ja, en het formaat. Erg mooi. Wij als Desso hebben een visie. En onze visie is hoe kun je de vloer laten werken voor uw gezondheid. Welbevinden, welbehagen. En dat kun je doen door te innoveren. En dat doen we middels functionele innovaties, duurzame innovaties, cradle to cradle. En hier met name creatieve innovaties. Ja, ik vind het echt fantastisch. Inderdaad, de maat. Ja, gigantisch. Zo groot dat het onderdeel wordt van je gebouw, dat is wel extreem. De textuur en de techniek, hoe ze dat bij elkaar hebben gebracht. Ik vind het bijna ontroerend zo mooi. Ja, ik vind het echt prachtig. Het eindresultaat is, denken wij, heel bijzonder geworden. Het is een samenspel geweest van creatieve mensen, maar ook de productiemensen. Wij kunnen supervloeren maken die het geweldig doen, waar je honderden jaren overheen kan lopen. Maar het begint met dat het er heel erg mooi moet uitzien. En dat doen we hier en dat leren we hier en dat kunnen we laten zien.